Jitte is een optimist puur sang. Dus ik ken geen positiever kind dan Jitte. Toen ik 8 was, ben ik gediagnosticeerd met kanker, botkanker. En toen heb ik 3 jaar ongeveer in behandeling gezeten. En nu ben ik ongeveer 1 jaartje klaar. De tumor zat in mijn knie en nog een klein stukje naar onder in mijn kuit. Gedurende die behandelingen waren er natuurlijk ups en downs. Maar als ik nu aan Jitte vraag achteraf van hoe heb je het ervaren, dan heeft ze het positief ervaren. Ik heb geen slechte momenten gehad. Er was gewoon heel veel goeds. Dat is Jitte en dat geloof ik ook echt. Ik heb 3 verschillende behandelingen gehad. Chemo, heel veel operaties en bestralingen. Wat ik nu nog merk aan Jitte is dat ze maar 1 been heeft. Dat is het belangrijkste onderdeel wel van wat we hebben overgehouden aan alle behandelingen. Maar wat ik ook merk is dat Jitte haar grenzen te veel verlegt. Jitte gaat door, altijd. Heb je pijn, dan ga je door. Ben je verdrietig, dan ga je door. Dus dat is wel op het mentale vlak wat we hebben overgehouden daaraan. Ik heb iets van 6 jaar lang aan korfbal gedaan. En toen ik ziek werd, ben ik daar afgegaan en na de amputatie ben ik op wedstrijd zwemmen gegaan en dat doe ik nu nog steeds. Jitte is bovenal een lieve meid en een slimme meid en ook iemand die voor de sociale contacten gaat. Niks belangrijkers dan haar vrienden en vriendinnen. Als ik kon, ging ik naar school. Dat was ook als ik me een beetje goed voelde, dan wou ik naar school. Dat is wel een soort was een uitlaatklep. In het ziekenhuis was er ook volop contact met Jitte en haar vrienden en vriendinnen. En vooral een clubje vriendinnen ja, die bellen, facetimen, langskomen. En zodra ze thuis was, zat het huis vol. Toen ik echt midden in de behandeling zat, kon ik niet naar school, want daar voelde ik me te slecht voor. En toen is mijn hele klas is naar mijn huis toegekomen om mij te verrassen. Prinses Maxima Centrum voor ons betekent afronding. Hier hebben we de behandeling van Jitte positief afgerond en streep eronder. En op een hele fijne, fijne manier. Toen ik klaar was, dan heb je natuurlijk eerst ga je aan iedereen vertellen en iedereen helemaal blij. En daarna mocht ik hier in het Maxima aan de bel rinkelen. Wat je normaal in Amerika ziet, maar dat hebben ze nu ook naar Nederland gehaald. En dat vond ik wel heel leuk. Als we het hebben over de bel rinkelen, dan krijg ik alsnog kippenvel. Dat was een fantastisch moment. Echt een streep eronder. Iedereen blij, arts erbij, verpleegkundige erbij, knuffelen. Heel mooi moment. Mooie afsluiting. Het Prinses Maxima Centrum is wel een plek waar heel veel is gebeurd. Ook nare dingen. Dus altijd als ik hier naartoe rijd, dan is het wel een beetje een naar gevoel, maar ergens is het ook wel, het heeft mij wel geholpen en dat vind ik wel heel fijn.